de Europese klimaatdoelstellingen te halen, moet iedereen zijn steentje bijdragen. De provincie Antwerpen doet dat letterlijk, door duurzaam te bouwen en te verbouwen. Eind 2012 hebben we gezegd, datgene wat we bepleiten voor iedereen, ja, dat moeten we natuurlijk wel in de eerste plaats zelf doen. Elke nieuwbouw die we zetten, elke grote renovatie van onze gebouwen die we doen, gaan we voor bijna energie-neutraal, zodanig dat we voldoen aan de klimaateisen, zelfs wanneer dat die nog niet effectief zouden zijn geformuleerd. Het feit dat we hiermee het eerste grote passief kantoorgebouw in West-Europa hebben gezet, merken we dat men inderdaad van heinde en verre hiernaar komt kijken, dat we inderdaad een trendsetter zijn. We staan hier in de technische installatieruimte in de kelder van het provinciehuis. Het ziet er allemaal heel high-tech uit, hè? Bijna een laboratorium, dat was destijds wel anders. Het vorige gebouw was ontworpen eind jaren 60. En dat was wel een ander paar mouwen. In een, om een voorbeeld te geven, in een koude week moesten wij meermaals vrachtwagens met stookolie laten aan- en afrijden omdat de vorige opgebruikt was. Vandaag hebben wij geen stookolieopslag meer in het gebouw. Sterker nog, we hebben zelfs geen gasaansluiting meer. Afkoelen en opwarmen, hoe gebeurt dat? Wel, dat gebeurt met geothermie. Wij gebruiken de grond. We hebben bij de bouw onder het gebouw 300 keren ongeveer 100 meter diep geboord. Daarin zitten, in die boringen zitten leidingen waar water door circuleert. En dat water gaan we in de zomer gebruiken om het gebouw af te koelen. We halen eigenlijk warmte op uit het gebouw en stockeren die in de grond. En in de winter gaan we die warmte terug uit de grond halen om daar een warmtepomp op zeer hoog rendement het gebouw mee te laten verwarmen. Het provinciehuis staat in een stedelijke omgeving en is daarom grotendeels opgetrokken uit beton. Maar de provincie kiest de materialen in functie van de omgeving waar er een constructie wordt neergezet. En hier in het Prinsenpark is uiteraard gekozen voor hout. En ik kan nooit aan de verleiding weerstaan om daar eens aan te voelen. In het dienstencentrum van het Prinsenpark in Reti hebben jullie eigenlijk gekozen voor ervoor te zorgen dat er een heel goed energiecertificaat is. Hè? Hoe hebben jullie dat gedaan? Vertrekpunt is het beperken van de energievraag door een heel goede isolatie en een zeer luchtdichte gebouwschil. We hebben driedubbele beglazing gebruikt. Er zit ook 26 centimeter isolatie in het dak en in de gevel en 18 centimeter isolatie in de vloer. Het ventilatiesysteem en het verwarmingssysteem zijn zeer energiezuinig. Het is hier heel aangenaam om te vertoeven. Het is een heel gezond binnenklimaat. De dakconstructie, de gevelbekleding en ook het houten buitenschrijnwerk zijn opgebouwd uit hout met ecolabel. Daarnaast hebben wij ook een wadi aangelegd. Als het heel hard regent, dan komt het water in die wadi terecht en infiltreert het zo in de bodem in plaats van weg te vloeien naar het grachtenstelsel. De wadi is daarnaast ook een heel mooie plek voor fauna en flora. De provincie die blijft ook in de toekomst inzetten op duurzaamheid. Hè? Dat willen jullie echt nog een keer. Zeker. We blijven systematisch door al onze gebouwen doorgaan en systematisch die stuk voor stuk energiezuinig maken, stookplaatsen renoveren. We doen dat omdat we willen aan de klimaateisen voldoen. Maar het is eigenlijk nu ook wel aardig meegenomen dat we daarmee ook onze brandstofrekening serieus hebben kunnen doen dalen.